Ben jij al geabonneerd op mijn tweede kanaal? Er staat een linkje in de beschrijving. Yo, Vaco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Rise of the Tomb Raider. Hier op Vaco Games. En jongens, gisteren was ik werkelijk waar een enorm sukkel. Ik schaam me dan ook diep dat ik deze hele simpele oplossing niet gezien heb. Gisteren waren we namelijk heel druk bezig met het verkennen van deze geheime graftombe. En op een gegeven moment kwamen we bij een pijp, een lekke pijpleiding, waar water uitkwam. Nou dacht ik persoonlijk dat we ergens een kraan zouden moeten vinden. Die kraan dicht zouden moeten draaien. En dat we dan vervolgens een Molotov cocktail er dwars doorheen hadden kunnen gooien. Blijkt natuurlijk dat je een Molotov cocktail niet per se ergens doorheen had hoeven gooien, maar je had hem er natuurlijk ook gewoon overheen kunnen gooien. Wat voor enorme sukkel ben ik. Wees me ontzettend blij dat ik nooit in een echte uraniummijn kom te werken, maar dat zou natuurlijk gigantisch fout gaan. Lara gaat proberen of we dat kunnen fixen vandaag. En als jullie van mij nog eventjes een like op deze video kunnen fixen, zijn we allemaal weer helemaal happy vandaag. Dan hebben we dat allemaal geregeld. Hoppakee, grijp jezelf vast, Lara. En dan springen we hier zo meteen naar beneden. Let up. 1, 2. Hoppakee. There we go. Glijbaan. Let's go naar rechts. Want we lopen gewoon helemaal hier. Kijk, ik dacht dus dat je deze open moest draaien. Of dicht moest draaien in dit geval. En dat het water dan zou stoppen. Maar blijkbaar is dat niet zo in Tomb Raider. Bij mij in mijn eigen huis wel. Als ik een kraan dicht draai, dan stopt het water. Maar blijkbaar is dat hier totaal anders. Hoppakee. Kijk, dan moeten we dus hier rechts zijn. Ik had hem er dus ook gewoon overheen kunnen mikken. In plaats van het dwars doorheen. Are you kidding me? Dat is trouwens zonde van goede vodka. Let's gooi hem eroverheen. Kijk of dat het werkt. Ha! There we go. Burn, motherfucker, burn. En dit schijnt nog niet eens de ingang van de tombe te zijn. Hoppakee. Daar moeten we naartoe. It's got to be in there. De rode mijn. Hopelijk geen uraniummijn meer, want dat gaat alle fout bij mij. Welke kant kunnen we op? We kunnen ook naar beneden. Dan zijn we sowieso dood. Laten we die kant op gaan. Voor mij gaat het zo instorten. Hupsakee. Wat hebben we hier voor moois? Lara, pak je eens eventjes je lampje, meid. Links of rechts? Laten we eens links eens kijken. Wat is hier? Wat hebben we hier nog moois? Wat is dit? We can no longer wait for our brothers outside the mines to begin their resistance. Oké, dat zou je de rest zelf moeten doen, vriend. Als je dat wil lezen, moet je maar even pauze zetten, hoor. Ik vind het allemaal veel te lang duren. We moeten gewoon eens even kijken. Oh, hier loopt het dood. Hé, hey, een tas. Wat zit er in de tas? In tas nummer 1 zit een geheim onthuld. Oh, Lara moet een beetje kuchen. Blijkbaar is het uranium niet al te gezond voor je gezondheid. Dat snap ik op zich ook wel. Laten we gewoon maar veilig naar beneden lopen. Misschien kunnen we er wel recht... Oh, vuur. Overs opgravingsgracht. Schacht. Kunnen we hier naartoe? Oh, kijk uit, Lara. Levensgevaarlijk is met fratsen. Sowieso dat we hier eens mee moeten doen. Oh, gaan we dit weer krijgen? Kan ik er misschien van een hoekje erop opgooien deze keer? Zal het lukken? Nee, dat gaat nooit lukken. Laten we die kant op springen. Hoppakee. Maar dat dacht ik bij die eerste ook, hè, dat het nooit zou lukken. Dus op zich is het wel verstandig om er wat mee te doen. Molotov cocktail. Gaan we dat redden? Denk ik niet. Nope, not working. Let's go naar boven. Waarom boven? Weet ik niet. Hoi, oor. Nice. Geef maar. Dank u. Altijd nuttig. Om grote bommen mee te maken. Het is niet heel erg veilig hier. Zal de Arbo leuk vinden? Wat hebben we hier voor moois? Een van de artefacts. Dit is best wel kunstmatig. Leuke bom. Ziet er niet eens uit als een bom. Maar vaak als het er niet uitziet als een bom, is het best wel heel gevaarlijk. Kunnen we hier naar boven? Waar komen we dan uit? Komen we bij die karretjes uit? We zullen even iets met die karretjes moeten doen. Die karretjes hangen er natuurlijk niet voor niks, hè? There it is. So close. Hop. Kom maar weer in. Weer een moertje. We hoeven die kist eigenlijk helemaal niet meer op te... Waarom kunnen we hier niet dwars doorheen? Kom op, je hebt een bijl. Je kan hier best wel een gat in hakken. Beetje je best doen, Lara Croft. Maar dat vraag ik ook eigenlijk. Het is Lara Croft. Wacht eens even. Dus kunnen we hier naartoe springen? Got it! Uh-oh. Oké, nou is deze beneden. Oh, gaat weer naar boven. Hé! Hey. Hij gaat weer terug. Een stom ding. Misschien dat we eentje verder naar boven moeten, want we konden nog eentje naar boven springen. Hier rechts ergens. Even kijken hoor. Hier konden we sowieso nog naar boven. Kunnen we hier naar boven? Nee. Misschien dan hier. En dan hierop. En waar komen we dan nu uit?
Oh, wacht. Daar is er een paal. En Lara houdt van palen, dus laten we dan maar eens eventjes naartoe gaan. Hup. Grijp, please. Naar boven. Naar boven. Nieuwe weggetjes vinden is altijd nuttig. Ik hoor iemand. Maar vaak zitten er niet echt tegenstanders in deze tombes, hè? Dus hoe gaan we daar nou weer bij komen? Kunnen we dan een pijl schieten of zo? Zo ja, waar naartoe? Een touwpijl. Kunnen we een touwpijl naar dat ding schieten? Nee. Dan moet hij wel ergens op. Dus we moeten hier ergens een touwpijl op kunnen schieten. Want we moeten dit ding vast kunnen zetten hieraan. Ongetwijfeld. Kunnen we hier naar beneden? Nee, dat kan niet. Hoe gaan we dit nou weer doen? Kunnen we misschien naar de overkant? Is dat een mogelijkheid? Dat touwsysteem, daar moeten we iets mee doen. Maar we kunnen deze niet naar beneden schieten. We kunnen er wel aan hangen, dan gaat die andere naar beneden. Hé, hey, maar de Rusje. Dat is leuk voor de Russische skills, maar niet heel leuk voor de schat. Kom op, hou eraan vast. Maar dat is sowieso een dingetje, dat we hieraan kunnen hangen. Nog een keer proberen, kijken waar we dan uitkomen. Oké, dan is dat ding boven, leuk. Moeten we nu eens de zandsodemieten naar boven rennen ofzo, maar dat redden we toch nooit. We zijn nooit op tijd boven voordat we dat ding kunnen krijgen. Daar is niks. Ik voel mezelf dus echt weer zo'n idioot, jongens. Dat ik echt zoiets heb van, huh? Waarom ziet iedereen dit automatisch, behalve ik? Ben ik echt zo'n enorme retard? Blijkbaar wel. Daar is een vuurtje. En daar moeten we uiteindelijk bij zien te komen. Dus dat water, dat moet ergens mee stoppen. Dat water moet kappen. Let's go daarheen. Kunnen we niet overheen lopen? Nee. Dat was zich wel vrij duidelijk geweest als dat de waarheid had geweest. Ja, dat doet dus echt geen ene reet, hè, Lara. Die pijpen moeten dichter bij elkaar. Misschien moet ik hem resetten. Leroy Jenkins! Werkt ook altijd. Zwaartekracht werkt. Ja, zwaartekracht heeft geen vakantie. Oh, dan ben ik hier weer. Maar dat wilde ik niet. Kunnen we dan misschien aan deze kant nog eventjes iets doen? Kunnen we misschien vanaf daar een pijl schieten? Nee. Zelf daar niet aan vasthouden. Maar er staan hier dus wel, en dat is wel heel belangrijk. Oh, deze hebben we sowieso nodig. En er stonden hier kisten met dit. Met brandende wodka spul. Kunnen we nu misschien zo'n ding in de fik steken? Nee. Dat werkt dus ook niet. Oké. Maar we moeten iets met dit doen. Dat kan niet anders. Moeten we misschien iets anders kapot branden? We moeten daar doorheen. Ik voel mezelf echt zo'n enorme retard, jongens. Jullie hebben geen idee. Stop dit nu. Hé, hey, daar gaat een kamertje naar beneden. Wat heb ik nou gedaan? Heb ik dan genoeg lang eraan gehangen? Uh-oh. Damn it. Got to find a way to block it for good. Maar dat ding is nou open. Dat is positief. Dus als we daar aan hangen, dan komen de karretjes naar beneden. Dat is iets nieuws. Dat wisten we nog niet. Dus er moet iets zijn om die karretjes te blokkeren.
En dan komen we erin. Zullen we eens kijken of we dat nog een keer kunnen doen? Komen er nu weer twee kaartjes aan? Nee. Waarom komen er nu geen kaartjes dan? Wacht eens. We kunnen nu hier iets ingooien. Hier. Brandt er nu iets? Zo te zien niet. Hoe gaan we dat nou... Maar ik kan ook niet in die tweede hangen. Daar ben ik helemaal nog niet bij gekomen. Geef mij deze. Drank is altijd nuttig. Ik drink niet, maar ik zou op dit moment echt graag een sterke borrel willen. Puur omdat het zo irritant is. We moeten naar die tweede zien te komen. En waarom moeten we dan hier naar boven? Er moet een reden voor zijn. Dit ook trouwens. Hé, hey, wacht eens. Kan ik daar een touw aan vastmaken? Ja, dat kan. Waar gaat dat ding heen? Oké, okay, dus dat karretje gaat daar naartoe. I got it. Eindelijk, hè. Dan moet ik een touw van dat ding schieten, zodat die automatisch open blijft staan. Dan moet die daar aan vastgemaakt worden. Yes, got it, hè. Jongens, ik zou het volledig begrijpen als jullie me in de reacties voor een ongelofelijke retard uitmaken. Deze moeten we dus hier ergens aan vast zien te maken. Want dat kan niet, want dan is dat ding weer open. Nou is die weg. Dus ik kan hem eraan vast moeten maken. Moet er misschien een nieuwe komen? Een nieuw kaartje? Kijk wat er nu gebeurt. Dat kaartje is nu daar. En dan brengt dat systeem misschien automatisch een nieuw kaartje. Dat zou echt typisch Russisch zijn. Efficiëntie. Houden ze van die Russen. Kijk of dat ding nou een nieuw kaartje geladen heeft. Zo te zien wel. Ik zag eventjes heel snel iets wits. Ja, dan staat een nieuw karretje klaar. Got it. Dan gaan we daar. Maken we een touw aan vast. Die stoppen we daarboven aan die paal. En dan blijft dat ding automatisch stilstaan. Want dan kan het water niet meer naar beneden. En dan kunnen we er zo'n Molotov cocktail tegenaan mikken. Dat is de oplossing. Got it. Maar, gaan we die vanaf hier raken? Dat kan helemaal niet. Oh, mijn briljante oplossing. Er klopt er dus geen ene reet van. Hij moet sowieso hier aan vast. Oh, ik had het meest briljante oplossing ding ooit. Of wacht eens. Misschien moeten we gewoon heel snel zijn. Misschien moeten we heel snel... Dit ding laden. Deze. Dan naar boven. Dat karretje naar beneden schieten, want die wordt nu geblokkeerd door dat andere ding. I got it. Heb ik vaker gezegd, maar nu kon ik het echt. Hopelijk. Please lach me niet uit. Ik doe ontzettend mijn best, oké? Hop. Ja, wordt geblokkeerd. Nu is de zandsodemieter naar boven. Het kaartje staat er nu daar te wachten. En nu, daar erop, daaraan vast. En als ik dat nu lostrek, en ik haal dat ding naar boven, dan dondert dat kaartje naar beneden en dan blijft dat kaartje erachter haken. En die stopt aan het water. Dat moet het zijn. Got it, spring! Werkt dit systeem? Dit systeem werkt. Ja, vuur is niet zo moeilijk. Vuur hebben we hier. Hop.
Molotov cocktail er recht tegenaan. We got it! Oh, ik ben zo trots op mezelf. Je hebt geen idee. Oh. Iedereen in de comments, nou dat wist ik al na 2 minuten hoor. Oké, prima, ik niet. Dus ik ben trots op mezelf, oké? Blauw uranium. Altijd leuk om te hebben. Heb je nog wat nuttigs? Seems like the workers had finally had enough. Ja, maar zelfmoord gepleegd. Dat schiet ook niet op. Dan hoef je nooit meer naar je werk. Dat is wel heel fijn. There we go, jongens. Onze schat is gevonden. Enorme spulletjes. Hop, dank u. Our treasure. Pamintjes. En dit is hetgene waar het uiteindelijk om te doen was, jongens. Het verborgen boek. Heldere ogen. Altijd mooi. Verbeterde overlevingsinstincten laat de nabije vallen automatisch oplichten. Hé, hey, dan donder ik misschien niet meer zo snel naar beneden. Looks like they dragged it out of here. Wat hebben ze hier dan weer gevonden? Paddenstoelen, munten. Wie heeft het hier dan gesloopt? Of dat soort dingen eventjes willen laten in het vervolg. Een beetje de boel slopen. Dat is mijn taak, de boel slopen. Ja, en waarom zijn wij er niet gewoon via deze schacht gegaan? Waarom moesten wij er zo'n ingewikkelde puzzel doen? Ze waren dus blijkbaar al binnen. Hadden we gewoon deze weg toch kunnen nemen? Lara fucking Croft, jongen. Ik word echt moe van dat mens. Voortaan eventjes aangeven dat er nog een andere ingang is, oké? Dank u zeer. Hier hadden we makkelijk naar beneden kunnen klimmen, Lara. Wat makkelijk gekund. Maar goed. Ze heeft het gered. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Heeft eventjes geduurd natuurlijk, zoals altijd bij Lara Croft. Maar hey. Got it. Naar boven en naar buiten. Hehe. Gelukkig heeft het niet zo lang geduurd als die vorige tombe. Man, dat was een ellende. Beetje doorzettingsvermogen, kom je een heel eind mee. Oh, daarom hadden we dat niet gekund. Omdat deze open was. En dit is natuurlijk de achterkant... van die andere, hè. Dat verklaart waarom ik daar niet doorheen kon. Want we hadden hem van de andere kant open moeten maken. Hop. En door. De onderdoor. Dan gaan we nog eventjes lekker een stukje zwemmen in het radioactieve water. Dat is gezond en zeer goed voor je huid, Lara. Echt, daar krijg je echt een stralende huid van. Letterlijk en figuurlijk. Hoppakee. Bam. Oh, ik ben zo trots op onze Lara. Als jij trots bent op Lara, knal eventjes een like op deze video als je het nog niet gedaan hebt. Ik ga Lara lekker naar buiten sturen, jongens. En de volgende aflevering gaat ons avontuur uiteraard weer verder. We hebben nu alle ingrediënten die we nodig hebben. Dus waarschijnlijk gaan we de volgende keer terug naar de woeste grot. En anders dan gaan we Jacob maar opzoeken. Want Jacob die weet ondertussen ook niet meer wat hij allemaal kan verwachten van ons. Voor nu wil ik je in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. Ik wil je natuurlijk ontzettend bedanken voor het liken van deze video. Abonneer natuurlijk op Vaco Games als je dat nog niet gedaan hebt. En tot morgen jongens bij de volgende aflevering van Rise of the Tomb Raider. Hier op Vaco Games. Mazzel!